kom eraan, Bing. Coco! Hi, Bing. Hallo, Charlie. Hi, Bing. Hallo, Pando. Hallo, Pando. Hallo, Bing. Er heeft iemand haast. Miauw. Bing. Gaat het, Bing? Ja, hoor. Hij is oké. Bakken. Om het hoekje hier niet ver vandaan zijn Bing en Flop aan het bakken vandaag. Zo, het koekjesdeeg is goed gekneed. Dan ga ik het nu plat maken met de deegwaller. Mag ik dat doen? Oké, Bing. Flop, worden onze konijnenkoekjes hetzelfde als op het plaatje? Ze zien er elke keer een beetje anders uit, maar ze lijken wel op het plaatje. Oh, rol nog maar even over dat stukje daar. Goed zo. Nu hoeven we alleen nog maar konijnenvormpjes te maken van het deeg. Ze te bakken in de oven en dan kunnen we ze versieren. En dan eten we ze op. Yum, 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 yummy. Alsjeblieft. Dank je, Flop. Die is voor Coco. Deze is voor mij. En deze is voor Charlie. Raad eens wat dit is, Flop. Oh, het is geen konijnenkoekje, toch? Nee, het is een lekker Flopkoekje. Die is voor jou. Oh, dank je, Bing. Oef. Oké, nu gaan we deze konijnenkoekjes lekker bruin bakken in de hete oven. Achteruit, Bing. Konijnenkoekjes bakken. Yummy. Mag ik de kuikenwekker doen, Flop? Tuurlijk. Je draait hem zo rond. Kuiken telt in minuten. En dan... Oh. Belt hij. Dat betekent dat de konijnenkoekjes gaar en klaar zijn. Zijn ze nu klaar? Nog niet. Je moet hem ronddraaien tot hier. Vergeet niet te bellen. Zodra de koekjes klaar zijn, kuikenwekker. Zijn ze al klaar? Nee, nog niet. Kuikenwekker heeft nog niet gerinkeld. Maar wat als Kuiken het vergeet te zeggen? Nou weet je, dan worden de konijnenkoekjes veel te heet en daardoor verbranden ze. Huh? Maar hij vergeet het niet. Dat zijn Coco en Charlie. Oh! Hi Flop, hallo Bing, hallo Coco. We hebben konijnenkoekjes gemaakt in de oven. Daar ben ik echt dol op. Maar Flop, Charlie is super stinky. Oh. Hij heeft een super poepie leier. Oké, Charlie, dan is het tijd om je te verschonen. Het is zo gebeurd, want ik heb de verschoonmat en de leiers en zo hierin liggen. Oh. Je wordt weer helemaal schoon, Charlie. Het matje heeft wortels aan deze kant en radijsjes aan deze kant. Ja. Ik vind het vandaag wel een dag voor de worteltjeskant. En ik leg de leiers gewoon even hier. En weet je wat? Dan leg ik de doekjes even daar. En de mat gaat in het midden. En Charlie, we zorgen dat alle stinky stanky verdwijnt en je krijgt een schone leier om. Ik heb de doekjes, Flop. Dank je, Bing. Oké, Charlie. Tijd voor een schone leier. Eeuw, hij is helemaal poeperig en jakkie. Natuurlijk. Hij is nog een baby, Bing. En dat is wat baby's doen. Jij deed dat ook vroeger, Bing. En ik ook. Dat deed ik echt niet. Kijk eens aan, Charlie. Je bent weer schoon en fris. Flop, ik ruik iets verbrands. Oh, nee. Oh, de konijnenkoekjes. Opgepast. Oh. Wat is er gebeurd? Oh, de konijnenkoekjes zijn te lang gebakken. We hoorden Kuiken niet waarschuwen dat ze klaar waren. Kuiken, je hebt niet gezegd dat ze klaar waren. Dat is heel ondeugend. Misschien heeft Kuiken wel gezegd dat ze klaar waren, maar hebben wij het niet gehoord. Zijn de konijnenkoekjes oké? Volgens mij niet helemaal, Bing. Ze lijken helemaal niet op de konijnenkoekjes op het plaatje. Eeuw, ze zijn verbrand. Die kun je niet opeten. Kan dat echt niet, Flop? Nee, Bing. Oh. Zo smaken ze echt niet lekker. Oh.
En we zouden ze nog wel versieren, net als op het plaatje. Zijn ze al wat afgekoeld? Ja. Ik ga die van mij gewoon versieren. Zo, mijn konijnenkoekje is blijer als ik haar niet opeet. Hallo, ik ben jouw konijnenvriendje. Leuk je te zien. Ze ziet er blij uit, ook al is ze verbrand. Hoe zouden de andere konijnenkoekjes zich voelen? Kijk, Flo, mijn konijnenkoekje is blij. Ik doe niet... Hop. Ik eet hem gewoon niet op. Ja, daar is hij inderdaad heel blij mee. Is de jouwe blij? Ja, hij is blij. Ja. Oh, laten we nu Charlie's gezicht maken op zijn koekje. Dat is simpel. Ja, dat is Charlie. Geen zorgen, konijnenkoekjes. We eten jullie niet op. We kunnen samen spelen. Hallo. Hallo, Charlie konijnenkoekje. Wil je spelen? Hallo, Bing. Hallo, Charlie. Hallo, Flop. Hallo, ik ben Charlie. Ik een schone luier. Kijk, Flop. Charlie vindt het leuk. Ik ben blij voor je, Bing. Ik en Flop maakten konijnenkoekjes. En we maakten een Bing-vorm. En een Coco-vorm. En een Charlie-vorm. En een Flop-vorm. Maar we hoorden Kuikenwekker niet. Die zei dat ze klaar waren. En toen waren ze helemaal verbrand en jakkie in de hete oven. En we wilden ze versieren, net als op het plaatje. Als je konijnenkoekjes zijn verbrand, dan kun je ze niet meer eten. Maar ze kunnen dan wel je konijnenkoekvriendjes worden. Konijnenkoekjes maken. Het is een Bing-ding. En ze kunnen dansen. Kom mee, Flop. Ik kom eraan, Bing. Coco! Hi, Bing. Hallo, Charlie. Hi, Bing. Hallo, Pando. Hallo, Pando. Hallo, Bing. Er heeft iemand haast. Miauw. Bing. Gaat het, Bing? Ja, hoor. Hij is oké. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, speelt Bing's trein buiten vandaag. Tuut, tuut. Oh, kijk eens wie er ook komt spelen, Pando. Hallo. Hallo. Hi, Bing. Pando, kijk. Wauw, wat een coole trein. Hij kan dit. Tjoek, tjoek. Mag ik ook eens? Oké, kijk, als je hierop drukt, dan doet hij... Toet, toet! Toet, toet! Toet, toet! Wat is dat een prachtige trein, Bing. Wat kan die nog meer? Hij kan echt alles. Alles? Ja. Alles wat een goede trein hoort te kunnen. Kom mee, Bing. We gaan kijken wat hij kan op het klimtoestel. Ja! Oh, mijn trein. Oh. Gelukkig, hij is nog heel. Oh, gelukkig. Kom op, Bing. In de kanteltunnel. Hou hem goed vast, Bing. Anders valt je trein misschien stuk. Wil je je trein meenemen op het klimtoestel, Bing? Ja, hij gaat niet stuk. Ik zal erop letten. Oké. Oké, Bing. Stuur hem door de tunnel. Tuut, tuut. Niet te veel kantelen, Pando. Kan jouw trein daar wel doorheen, Bing? Ja, mijn trein kan wel door tunnels. Rijden dan maar. Ik ben benieuwd. Tuut, tuut. Gelukt, Flop? Inderdaad. De trein komt terug. Tjoep, tjoep. Oh. Ja! Tuut, tuut. Tuut, tuut. Pando, we gaan over de wiebelige brug. Woehoe! Wiebelige brug! Ik kom eraan. Tuut, tuut.
Veilig, Bing. Pas op dat je trein er niet afwiebelt. Gaat dat lukken, Bing? Mijn trein kan wel overbruggen. Oké, probeer dan maar. Kom op, Bing. Over de brug heen. Tjok, tjok. Het is zo wiebelig. Oh. Het is hem gelukt. Goed gedaan, trein. Van de glijbaan afgaan. Straks breekt hij. Treinen gaan ook van heuvels af. Ja. Bing, zal ik hem hier voor je opvangen? Ja. Mijn trein kan ook van heuvels af. Probeer het maar en dan zien we wel hoe het gaat. Oh, oké. Kan die Flop? Ja. Yep. Oké. En tjoepie 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 tjoepie. Ja! De trein is gearriveerd. Toet, toet. Het is hem gelukt. Ja. Toet, toet. Oh, dank je, Flop. Oh, nog een keer, nog een keer. Toet, toet. Hier. Oké. Toet, toet, toet. Kijk, Pando. Mijn trein kan ook dit. Oh, Bing. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Oh, hij is helemaal kapot. Inderdaad, Bing. Oh. Oh, dat is jammer, hè? Het was een goede trein. Ja. Ik denk niet dat treinen gemaakt zijn om te vliegen. Kunnen we hem maken, Flop? We kunnen het proberen. Ik kan hem wel maken. Oh. Geef maar. Oh, nee, toch niet. Hij is kapot, Bing. Nu zit hij vast. En de schoorsteen kan er niet meer op. Oh, hij kan ook hier. Hier, wat zullen we met de wielen doen? Hij heeft geen wielen meer nodig. Oh, wat is het? Het is nu geen trein meer. Nee. Wat zou het toch kunnen zijn? Het is een raket. Inderdaad. Oh. Ja, een raket. Nu is het een raket. Oh. Ik ben blij voor je, Bing. 5, 4, 3, 2, 1. Speelde met mijn trein. En die deed tjoek tjoek door de tunnel. En toet toet over de wiebelige brug. En door de kanteltunnel. En wiee van de glijbaan af. En toen probeerde ik hem van het dakje te laten rijden. En hij deed boom. En toen was hij kapot. En ik was verdrietig. En we konden hem niet meer maken. Dus toen heb ik er een raket van gemaakt. Als je speelgoed valt, boom. En in kleine stukjes breekt. Dan kun je er misschien wel iets anders van maken. Speelgoedtreinen. Het is een Bing-ding. En nu is het een raket! Kom mee, Flop. Ik kom eraan, Bing. Coco! Hi, Bing. Hallo, Charlie. Hi, Bing. Hallo, Pando. Hallo, Pando. Hallo, Bing. En heeft iemand haast? Yeah. Bing! Gaat het, Bing? Ja hoor, hij is oké. Zeg tot ziens. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, zijn Bing en Sula aan het spelen vandaag. Oh, dat is Amma. Ze komt je ophalen, Sula. Ik wil niet dat je naar huis gaat. Nee, dat wil ik ook niet, Bing. We verstoppen ons. Ja. Ja.
Hallo, Amma. Hallo, is Sula klaar om te gaan? Nou... Oh, waar zijn die twee aapjes gebleven? Oh, ze waren hier. Sula's glitterschoenen. Ze moeten hier ergens zijn. Gevonden! Ze kijkt in het kastje. Wat jammer dat ze hier niet zijn. Ik heb Sula's lievelings hammy yummy kaaspaghetti gemaakt. Maar die moet ik dan maar zelf opeten. Ik wil! Oh. Hammy yummy kaaspaghetti! Oh, Sula! Sula, kom hier! Ding, stiekem konijntje. Oké, doe je hand omhoog als je het een leuke dag vond. En hou die hand nu omhoog, zwaai en zeg tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ik wil geen tot ziens zeggen. Ik wil geen tot ziens zeggen. Oké, jullie krijgen nog iets meer tijd. Ja! Ja! Terwijl we hier opruimen. Oké. Ik tel af terwijl we allemaal opruimen. En als ik bij nul ben, dan is het tijd voor Sula om naar huis te gaan. Klaar? 10 trage tellen. 9 trage tellen. Hier. Oké. 8 trage tellen. 7 trage tellen. Dankjewel. Daar is mijn schoen. Waar is de andere? 6 trage tellen. Gevonden. 5 trage tellen. Zonder mijn glitterschoenen kan ik niet naar huis. Nog 4 trage tellen. Oh, we verstoppen ze. Ja. En dan hoeven we geen tot ziens te zeggen. Nee, en dan hoef ik niet naar huis. 3 trage tellen. Ik ben er bijna. 2 trage tellen. Nog 1 trage tellen. En 0. Waar hebben jullie Sula's schoenen verstopt? Zijn ze in het kastje? Nee dus. Als ik Sula's schoenen was, zou ik me dan verstoppen in de wasmand? Sula? Aha! Maar waar is de andere schoen? Bing, je hebt de glitterschoen van Sula toch niet verstopt in de wc, of wel? Oké, sta eens op. Oh, nee. Bing! Oh, oeps. Bing, lieverd, je kent de regel. Alleen plas, poepie en papier zijn oké. De rest hoort niet in de wc. Eeuw, yucky. Goed, eerst die arme schoen afspoelen. Maar ik wilde niet dat Sula naar huis ging. Dus verstopte ik haar schoen daar. Nu is hij helemaal nat. Kom maar, Sula. Dan zoeken we droge schoenen voor je. Bing heeft mijn schoen nat gemaakt. Die droogt wel weer op. Bing, hoe komt het dat Sula's schoen nat is? Ik verstopte hem in de wc. Ik wilde hem niet nat maken. Verstopte je hem in de wc? Ik wilde geen tot ziens zeggen. Maar het is nu geen tot ziens meer. Het is een stom ziens. Oh, een stom ziens. Bing, kun je het misschien weer veranderen in een tot ziens? Oh. Sorry dat ik je schoen heb nat gemaakt, Sula. Je mag mijn gele kaplaars wel aan. Gele kaplaars, ze worden niet nat. Oh, dat is aardig van je, Bing. Sula, wil je ze proberen? Oké. Ik wil zo naar huis lopen. Dat is grappig. Je krijgt je schoen weer terug als hij droog is, Sula. En jij krijgt je kaplaars weer terug als je naar mijn huis komt. Mag ik morgen komen spelen? Natuurlijk mag je morgen komen spelen. Ja! Oké. Tot ziens, Bing. Tot ziens, Flop. Tot ziens, Amma.
Tot ziens, Sula. Tot ziens, Sula. Tot ziens, Bing. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Spelen en we wilden geen tot ziens zeggen. Dus we verstopten haar glitterschoenen. En ik verstopte er een in de wc. En die werd helemaal nat en jakkie. En Sula zei, het is geen tot ziens, maar een stom ziens. Dus gaf ik mijn gele kaplaars aan Sula. En toen zeiden we tot ziens. Tot ziens! Tot ziens! Alleen plas en poepie en papier zijn oké. En de rest hoort niet in de wc. Tot ziens zeggen. Het is een Bing-ding. Tot ziens! Kom mee, Flop. Ik kom eraan, Bing. Coco! Hi, Bing. Hallo, Charlie. Hi, Bing. Hallo, Pando. Hallo, Pando. Hallo, Bing. Er heeft iemand haast. Miauw. Bing. Gaat het, Bing? Ja, hoor. Hij is oké. Ballon. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, vinden Bing en Sula iets vandaag. Kijk! Oh, wat hangt daar in de boom? Waar? Nou, daar! Ik weet niet wat dat is. Zullen we gaan kijken? Oké. Whee! 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 Wat is het, Flop? Oh, het is een zwevende ballon. Oh, een ballonneentje. Oh, helemaal eens een uppie. Kun je het uppie eentje loskrijgen, Flop? Ja. Ik kom eraan. Hoe is de ballon in die boom terechtgekomen? Ik denk dat iemand het touwtje niet goed vasthield. En toen vloog die in de boom. Oh, mag ik hem vasthouden? En ik. Laten we hem om de beurt vasthouden. Ik eerst. Je kan niet allebei eerst zijn. Weet je wat? Ik hou het touwtje achter mijn rug. En degene die raadt in welke hand ik het touwtje heb, mag eerst... Jullie kunnen niet dezelfde hand kiezen. Oh, oké. Okay. Die daar. Die daar. Ah. Alsjeblieft, Bing. Ja, ik ga Uppie eentje helemaal laten vliegen naar de vijver. Dat is een beetje ver, Bing. Neem Uppie eentje maar mee naar het bankje. Ja. En dan is het Sula's beurt. Uppie eentje. Kwak, kwak, kwak. Kwak. Hou het touwtje goed vast, Bing. Anders vliegt Uppie eentje weg. Wee! Bing, je moet naar het bankje vliegen en dan ben ik aan de beurt. Woehoe, ja! Mijn beurt! Wanneer is het weer mijn beurt, Flop? Vlieg jij maar naar die boom toe, Sula. Oké. Okay. En daarna is het weer jouw beurt, Bing. Kom maar, Uppie eentje. Ik vind wachten niet leuk. Tja, je hoeft niet te wachten als jullie Uppie eentje samen laten vliegen. Maar kijk, er is maar één touwtje. Dan maak ik er twee van. Hoppa. Zo. Nu kunnen jullie hem allebei vasthouden. Oh, dank je, Flop. Goed vasthouden. Ja! Oh nee! Hij vliegt weg! Flop! Oh, bedankt, Flop. Hier, als jullie niet willen dat Uppie eentje wegvliegt... Hou hem dan goed vast en ga samenwerken. Goed, probeer het nog eens. Nu zijn we samen, Uppie eentjes. Waar gaan we heen, Bing? Ik weet iets. Uppie eentjes, vlieg naar de lantaarnpaal. Ja! Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Bing, niet zo snel. We moeten samenwerken.
Oké. Uppie eendjes, vlieg naar die blauwe struik. Dat is een rhododendron. Dat klopt, Sula. Goed vasthouden en samenwerken. Uppie eendjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eendjes, kwak, 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 kwak. Waarheen nu? Oké. Uppie eendjes, vlieg naar het standbeeld. Ja! Uppie eendjes, kwak, 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 kwak. Uppie eendjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eendjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eendjes, goed vasthouden en samenwerken. Bij nu. Uppie eendjes, vlieg naar de vijver. Eendjes. Uppie eendjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eendjes, kwak, kwak, kwak. Oh. Oh nee. Oh. Kijk. Hij vliegt weg. Pak hem, Flop. Het is de hoogbing. Ik kan hem niet pakken. Komt hij weer naar beneden? Ik denk het niet. Hij is nu al veel te hoog. Oh nee. We hielden hem niet goed vast. We werkten niet zo goed samen, hè, Bing? Inderdaad. Nee. Ik vind Uppie eentje spelen leuk. Ik ook. Hé, jullie kunnen nog steeds Uppie-eendje spelen. Maar we hebben toch geen Uppie-eendje meer waarmee we kunnen vliegen? Ah, ik heb een idee. Ik vlieg misschien niet zo goed als de ballon-eend, maar ik kan wel goed vasthouden. Hier. En samenwerken. Jij bent het middelste eendje, Flop. Waarheen nu? Uppie eendjes, vlieg naar de muziekkoepel. Uppie ja! Eendjes! Uppie eendjes! Uppie eendjes! Kwak, kwak, kwak! Hi! Ik en Sula vonden een ballon. En die was vast komen te zitten in een boom. Het was moeilijk om op onze beurt te wachten. Dus speelden we er samen mee door samen te werken. Maar toen vergaten we samen te werken en goed vasthouden. Dus het ballon eendje vloog weg. En toen kon niemand meer met het ballon eendje spelen. Dus Flop werd het eendje. En toen konden we weer spelen. Als het moeilijk is om op je beurt te wachten, dan verzin je gewoon een nieuw spel. Samenwerken. Het is een bingding. Uppie eendje! Kwak, kwak, kwak!